En zo is de bal weer voor Beerschot met Wijmans. Kosia, goed gelopen. Kosia kan meenemen en trappen. Daar is zijn eerste goal. Daar is zijn eerste goal voor Beerschot. We spelen 11 minuten. Het staat 0-1. Knappe goal van Ayuba Kosia. Beerschot op voorsprong. Constantopoulos. Torisson gevonden. De hak is prachtig voor Kosia. En daar is zijn tweede. Wat een mooie goal. Wat een knappe goal. Ayuba Kosia met zijn tweede van de avond. In het dak van het doel getrapt. Opnieuw ligt dom balverlies van Ezassijs aan de basis. Maar we zijn al bijna aan de overzijde. Met Gianni. Dodenje mee. Buxa mee. Broe mee. Ook aansluiting Galidici. Gianni doet het zelf. En daar is de goal. Daar is de goal. En heel de bank van Ezassijs wordt gek. Op stilstaande fases. Daar komt Albanese. Richting tweede zone. Daar is Abdallah. Daar is Hakim Abdallah. En de gelijkmaker. Hele goede vrije trap van Albanese. Die dan naar de bank keek. De Belder. Loopt aan tegen Penders. En zet zijn team op 0-1. In de 82e minuut staat Deinze dan toch op voorsprong. 0 tegen 1. Een strafschopdoelpunt van Dylan de Belder lokte de penalty zelf uit. De lange bal. Penders moet komen. Penders zit ernaast. Penders zit ernaast en gaat het 0-2 worden. Het wordt 0-2. Kassimi straft het af. Foutjes worden Jong Genk fataal. En dan staat het meteen 0-2. Penders zit er daarnaast. Tegen elkaar strijden. Hier komt die corner. Chalouk. Niet slecht op de slof genomen. Hazard mag nog eens voorzetten. En daar de kopbal en de goal. De goal van O'Brien. Hij torent boven alles en iedereen uit in die 16. En zeker met dat masker valt hij nog extra op. En hij kopt hem binnen. Het is een van zijn specialiteiten dit seizoen. Jake O'Brien. Goed werk ook van Camilo, want er zat wel misschien iets in voor Club Next. En nu is Simba daar weg. Nu is Kan RWDM. Misschien iets vrijer door dat centrum. Oh, ze kiezen voor de buitenkant bij Hazard. Goede aanname. Het schot met links afgeweken binnen 0-2. En het is toch weer niet Kylian Hazard zeker. Het is zijn zesde goal en zijn zevende assist. Barreto. En RWDM pakt toch weer 6 op 6. En ze gaan er nog een goal bij doen. Want ja, Oyama die scoort. Op aangeven van Botella. 0-3. En nu is het over en uit. Definitief. Met zekerheid kunnen we dat toch wel stellen. Vandaar ook. Nou, Jensen, dat is zich goed doorgezet. Maar voor deel ook gegeven door Smet. Jensen kiest voor Lendesmet. Die kan scoren. Jawel. 1-3. Vraar woest. En Lendesmet. Nou, zorgt toch voor wat vreugde hier voor de thuisaanhang. Met zijn derde goal van het seizoen. Voor Stefano Marzo is het ook een speciale wedstrijd. Ook ex-Lommel. Kijk je naar opgevangen. Kouwe kan trappen en hij gaat binnen. Een kattenpootje van de Braziliaan brengt Lommel hier na 14 minuten op voorsprong. Zijn zevende van het seizoen voor Kouwe. En zo staat het 0-1 voor Dender op de linkerkant. Wat kan ermee gebeuren? Voorzetten. Ja, een Barkie hebben we nog niet gezien in de tweede helft. Kan nu wel trappen met zijn linker. En de goal! Daar is het doelpunt. Hij was de man van de eerste helft die het gevaarlijkst was bij Dender. Kon zijn ploeg toen niet op gelijke hoogte brengen. Maar doet het nu wel hier op een heel fraaie manier. Ik ging zeggen Belgisch, maar Brusselse natuurlijk. Samen met Union en Anderlecht. Hier nog eens Dender in de mogelijkheid om te scoren. Daar is Alteri. Jawel! Daar is de
winning goal voor Dender. Dat hier uiteindelijk Lommel dan toch op de knieën krijgt. Zakaria Ateri maakt er hier alsnog. De Loge met een voorzet richting tweede zone. Van Akker komt voor. De Schrijver moet scoren. De Schrijver scoort. Het staat 1 tegen 0. Appel voor buitenspel bij iedereen die geel en blauw is. Maar het staat 1-0, want de vlag blijft beneden. Guillaume de Schrijver. Goeie bal was het van de Loge. Ze moeten wel zorgen dat ze niet nog een doelpunt incasseren. Dat is ook belangrijk, uiteraard. En Bokani. Met Ramakers. En Bokani legt hem klaar voor een Simba. Opzij naar Barry. Knap doelpunt. Schitterend doelpunt. En de gelijkmaker. Beveren hijst zich langzij. De loopactie van Bokani. Het hakje. Nieuwe hoekschop. We zijn ruim een half uur aan het spelen. Hoekschop met David Hrnčar. Daar komt die bal richting Bokani. En daar is de 1-2. Daar is de 1-2, de scheve situatie helemaal rechtgezet in een paar minuten tijd. Wie anders dan? Duffy aan het zoeken. Vindt opnieuw de Schrijver. En Raammakers die graag mee inschuift. Goeie tik dit van Laas. Tarfi heeft tijd om een voorzet te trappen. Naast dus niet, maar wel de Schrijver met zijn tweede. Het staat 2 tegen 2. Ah, prima aanval van Liersen. Niet naast dus. Wel Guillaume de Schrijver. De balletje breed. Corijn zoekt naar de voorzet. Maar Ribeiro aanspelen. Ribeiro plaatst hem in de verse hoek. 2 tegen 3. Net zoals daarnet kan Beveren heel snel de scheve situatie recht zetten. De ruimte voor Ribeiro. Ja, en die trapt hem echt wel.